Onze tip voor woningeigenaren is: begin met die euro uitgeven met tochtstrippen en dat soort isolerende maatregelen en besparende maatregelen. En ga dan kijken naar die 10, 20, 30.000 euro uitgeven. Begin klein, hou je warmte in je huis en ga dan verder kijken naar opwekking. Dat is eigenlijk onze grootste tip.